Dit boek uit 1445 leert ons veel over kooplui die in die tijd handel dreven. Maar het vertelt nog iets. Op een aantal pagina's staan inktafdrukken van een katachtig pootje. Student Emir Filipovic deed zijn ontdekking tijdens zijn promotieonderzoek. Hij maakte er een foto van, maar had er niet op gerekend dat zijn vondst via sociale media een compleet eigen leven zou gaan leiden. Prije nekoliko dana kad se to pojavilo na društvenim mrežama kao što su Reddit, Instagram, Facebook i tako i dalje, onda su krenuli ovi strani mediji izvještavati o toj slici. Ova slika na društvenoj mreži Reddit je pogledana 1.200.000 puta do sada. Ja se čuo sa Emirem koji je rekao da ono da je jako dirnut sa ovom slikom i sa tim pozitivnim reakcijama koje su došle zapravo iz cijelog svijeta. In de 15e eeuw moesten katten de muizen verjagen, want voor het ongedierte waren dit soort manuscripten een smakelijk hapje. Het archiefinstituut in Dubrovnik blijft nuchter onder alle aandacht. Pisar se vjerojatno digo po šuži, čovjek se prošetat negdje, ostala knjiga otvorena i maca se došla, prošetala se po knjizi, već je bila friška tinta i ostale njezine stope. Ništa neobično za to vrijeme, ko možda ni za današnje. Een typische kattenstreek dus, die ruim 5 eeuwen later niet veel verschilt van de populaire kattenbloepers op internet.